nieuwe video. Vandaag ga ik voorspellen wie alle grote competities wint. Ik begin met de Eredivisie. Het gaat trouwens om voetbal. Ik denk dat jullie dit al wisten. Even kijken de stand. Het is nu Ajax 5 punten voor PSV. De vorm van Ajax is ook weer gewoon heel goed. Ik denk dat Ajax ook gewoon kampioen gaat worden. Omdat, ja, ze presteren altijd zo goed. Ik denk dat dat wel gewoon blijft. Dan ga ik nu de andere grote competities doen. De Serie A heb je natuurlijk. Wie staat daar nu eerste? AC Milan staat daar eerste. Ik denk dat uiteindelijk Inter kampioen gaat worden. Hier. Omdat ten eerste ik wil dat Inter kampioen gaat worden ook. En ik denk dat het ze wel kan lukken. Dus ja. Dan de Bundesliga heb je. Wie staat daar nu eerst? Bayern met 6 punten voorsprong. Ja, kijk, Bayern is zo goed. Ik denk niet dat er echt een club is in deze hele competitie die dat kan overtreffen. Misschien Dortmund, maar dat eigenlijk denk ik ook niet. Dus Bayern gaat hier gewoon kampioen worden. Dan de Ligue 1. Ja, wat kan je hierover zeggen? PSG staat hier nog verder voor dan in al die andere competities. Ze staan hier 13 punten voor. Dat is wel echt. Dat gaat niemand overtreffen, denk ik gewoon hoor. Lyon doet het niet goed, Monaco doet het niet zo goed. Voor de rest zijn er niet echt clubs die er dichtbij kunnen komen bij PSG. En Lyon doet het ook niet goed. Dan ga ik nu de La Liga doen. Je ziet trouwens dat daar nu ook een wedstrijd bezig is. Valencia-Mallorca. Valencia staat 1-0 voor, maar dat boeit echt niks eigenlijk. Barça gaat dit nooit meer goed maken. Kijk, het is wel een goede club, maar ze zijn niet zo goed als Real, denk ik. Ik denk ook niet dat Atletico dat haalt, want die zijn 15 punten allebei erachter. Heel misschien dat Sevilla het zou halen, maar dat denk ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat Real hier gewoon kampioen wordt. Tot nu toe in mijn voorspellingen nog geen stuntjes. Oh, trouwens, het is wel leuk, hoe heet die Belgische competitie? Jupiler Pro League. Ik volg het Belgische voetbal niet echt, maar het is gewoon leuk voor de Belgische kijkers om die ook even te doen. Dat is Union. Union Sint-Gilles. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Die staan 9 punten voor Club Brugge. Ik denk dat ze dan ook. Wat voor team is dit dan? Wacht. Oh, zij hebben Bart Nieuwkoop ook. Die speelde ooit bij Feyenoord, toch? Ja. Ja, dit is niet een slecht team. Maar dit is ook niet het team dat de Club Brugge zou verslaan. Denk ik. Ik denk dat Union het uiteindelijk dan wel gaat halen. Maar ik vind het niet logisch of zo. Want ik kende dat nog niet. En ik zou denken vooraf dat Club Brugge het wel zou doen. Ik moet nog een paar leaks bedenken. Ik wil nog een paar kleinere leakjes. Ik ga ook de keukenkampioen divisie wel doen.
Wie gaat de keukenkampioendivisie winnen? Wie staat nu eerste? Volendam. Excelsior. Daar ben ik gisteren toevallig ook naar een wedstrijd geweest van Excelsior. Die doen het wel oké. Maar niet zo goed dat ze kampioen worden, denk ik. Ik denk dat ik denk dat Emmen, Excelsior en Eindhoven een beetje strijden voor plek 2. En misschien dat een jong Ajax, ADO, de Graafschap dat nog kan halen. Maar dan moeten zij wel veel inlopen. En ik denk dat Volendam dit gewoon wint. Gewoon, ja. Gewoon omdat ik dat denk. Wat is nog een andere leuke competitie die je kan doen? Oh ja, de Premier League natuurlijk. Wie staat daar nu eerste? Oh, Tottenham staat 3-0 voor tegen Leeds. Dat is nu ook bezig. City of Liverpool? Liverpool is nu in een betere vorm. Ik denk dat Liverpool dit wint. Chelsea staat echt te ver achter. En United en zo, die staan echt te ver achter om dit nog te winnen. Maar Liverpool, die kan dat wel echt winnen. Want die zijn ook zo goed in vorm. De laatste 5 wedstrijden alles gewonnen. En dat hou je anders gewoon niet hoor. Dat kan echt alleen als je het echt goed doet. Wie staat er trouwens laatste? Norwich City staat hier laatste. Welke competities zou je nog meer kunnen doen? Oh ja, natuurlijk de Champions League. Oh, en ik doe wel eerst Conference League. Daar is nu niks bezig, toch? Neem ik aan. Oh. Nu kwam ik erachter dat de kwalificatierondes nog niet eens zijn geweest. Of wel? Oh, jawel. Die zijn net geweest. Oh, welke teams zitten hier nou in? Feyenoord speelt tegen Partizan, Vitesse tegen Roma, PSV tegen Kopenhagen en AZ tegen Bodo Glimt. Ik ga even ervan uit dat degene die linksboven wint tegen rechtsboven moet. Zo ga ik er even van uit. Feyenoord wint wel van Partizan. Ik denk dat Slavia Praag die andere wint. Dan is het Feyenoord-Slavia Praag. Feyenoord wint dat. Dan heb je Vitesse-Roma. Dat wint Roma waarschijnlijk. Roma is echt een goed team wel. PAOK-Gent. Ik denk dat PAOK dat wint. Niet leuk voor de Belgische kijkers, maar sorry. Dan heb je Roma-PAOK. Dat wint Roma. Dan heb je Feyenoord-Roma. Dat wint Roma ook. Dan zit Roma al heel ver. PSV wint... Nee, Kopenhagen wint van PSV. AZ van Bodo Glimt. En dan PSV... Nee, AZ wint van PSV. Leicester wint wel van Rennes, denk ik. Marseille van Basel. En dan Marseille ook van Leicester. AZ verliest wel van Marseille. Marseille wint dat. Van deze 8 teams blijft dan Marseille over. Van deze 8 Roma. En dan is de finale Roma-Marseille in mijn hoofd. Dat wordt denk ik Roma wint dat. Roma wint denk ik de Conference League. Dan de Europa League. De UEFA Europa League natuurlijk. De 8e finales. Lyon wint wel van Porto, Real Betis wint van Frankfurt en ook van Lyon. Sevilla wint van West Ham, Leipzig wint van Spartak Moskou en Sevilla wint van Leipzig. En dan heb je Betis Sevilla, dat wint Sevilla wel. Barça Galatasaray, Barça wint dat en die andere wint de Rangers. Barça wint tussen die twee.
Braga, Monaco. Ik denk dat Braga dat wint. En Atalanta, Leverkusen heb je dan nog. Dat wordt Leverkusen. En Braga, Leverkusen, dat wint Leverkusen ook wel. Leverkusen moet dan tegen Barcelona, denk ik. Ja, ik denk dat Leverkusen dat wel kan winnen, misschien zelfs. Leverkusen is van de onderste acht de beste dan. En Sevilla van de bovenste acht. En dan wint Sevilla de finale. Oké. Dus Sevilla wint de Europa League en Roma wint de Conference League volgens mij. Dan nog de Champions League. Even opzoeken. Bij wedstrijden moet ik al kijken. Achtste finales. Ja, die zijn ook al. De eerste wedstrijden zijn allemaal al gespeeld daar. Dus daar kan je het iets meer uit opmaken. Bayern wint wel van Salzburg, mag ik hopen. Liverpool wint van Inter en dan wint Bayern. Nee, wint Liverpool van Bayern. City wint van Sporting. Ik denk dat PSG wel wint. Misschien van Real. En City wint dan van PSG. Dus dan heb je City tegen Liverpool. Dat wint Liverpool. Liverpool is de beste van de bovenste acht. United wint van Atletico, denk ik. Ajax van Benfica. Juve van... Villarreal wint van Juve. Dat is de eerste stunt. En Chelsea wint van Lille. United tegen Ajax. Dat wint United. En Juventus tegen Chelsea. Nee, Villarreal tegen Chelsea. Chelsea. Chelsea United, dat wordt Chelsea die dat ook wint. Dus dan heb je Chelsea tegen Liverpool in de finale. En dat wint Liverpool. Dus volgens mij wordt de winnaar van de Conference League Roma, van de Europa League Sevilla en van de Champions League wordt Liverpool. En ik kan misschien kijken naar het WK. Welke landen doen mee aan het WK 2022? Dit zijn alle deelnemers van het WK. Qatar gaat er sowieso uit. Eerste landen die er 100% uitgaan. Qatar, Servië, Iran, Zuid-Korea gaan er echt 1000% uit. En misschien Zwitserland. Ik denk dat Denemarken... Ik doe even Qatar, Duitsland. Duitsland, Denemarken, Brazilië. Dat wint Brazilië. Dan Duitsland, Brazilië wint ook Brazilië. België, Frankrijk. Dat wint Frankrijk helaas. Kroatië, Spanje. Kroatië ga ik voor. Frankrijk wint wel van Kroatië. En Frankrijk wint ook van Brazilië. Dan heb je Spanje, Servië. Dat wint Spanje. Engeland, Zwitserland wint Engeland. En Spanje, Engeland, dat wint Engeland dan ook. Engeland tegen Frankrijk. Nee, wacht, dat is nog niet zeker. Nederland, Argentinië. Ik ga gewoon voor Nederland. Iran, Zuid-Korea. Ik ga voor Zuid-Korea dan. Nederland, Zuid-Korea, dat wint Nederland. Nederland, Engeland, dat ga ik voor Engeland wel gewoon. Wel een beetje realistisch blijven. Engeland, Frankrijk... Engeland. Ik ga gewoon voor Engeland. Omdat het kan. Oké. Dan was dit voor deze video. Vergeet niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Doei!